Het boek Richteren. Hoofdstuk 1. Juda trekt ten strijde tegen de Kanaanieten. Vers 1 tot en met 20. Het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen: wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zei: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon: trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel en laten wij tegen de Kanaanieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. En Juda trok op, en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek, 10.000 man. Ze troffen Adoni-Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Adoni-Bezek vluchtte echter, maar zij achtervolgden hem, grepen hem en hakten de duimen van zijn handen en zijn grote tenen af. Noot: zijn grote tenen, letterlijk de duimen van zijn voeten. Einde noot. Toen zei Adoni-Bezek: 70 koningen, van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En ze brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar. De Judeërs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken. Daarna waren de Judeërs afgedaald om tegen de Kanaanieten te strijden die in het bergland, het zuiderland en het laagland woonden. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kirjat Arba. Zij versloegen Sesai, Ahiman en Talmai. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjat Sefer. En Caleb zei: wie Kirjat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde toen ze bij hem kwam, dat ze hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen ze van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar: wat is er met je? Daarop zei ze tegen hem: geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, die in het zuiderland van Harad ligt. Ze gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee en zij versloegen de Kanaanieten die in Sefat woonden en sloegen het met de ban. En men gaf de stad de naam Horma. Noot: Horma betekent ban. Einde noot. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En ze gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Traagheid van de andere stammen. Vers 21 tot en met 36. Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten die in Jeruzalem wonen niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjaminieten in Jeruzalem.
En het huis van Jozef trok ook op naar Bethel. En de Heere was met hen. Verder stuurde het huis van Jozef verkenners naar Bethel. De naam van deze stad was vroeger Luz. Toen de wachters een man de stad uit zagen komen, zeiden zij tegen hem: "Laat ons de ingang van de stad toch zien, dan zullen wij u goede tierenheid bewijzen." Toen hij hun de ingang van de stad had laten zien, sloegen zij de stad met de scherpte van het zwaard. Maar de man en zijn hele gezin lieten ze gaan. Daarop ging de man naar het land van de Hethieten, bouwde er een stad en gaf die de naam Luz. Dit is haar naam tot op deze dag. Manasse verdreef de inwoners van Beth-Sean en de bijbehorende plaatsen niet, en evenmin die van Taanach en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Jibleam en de bijbehorende plaatsen, en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen. De Kanaanieten wilden in dit land blijven wonen. Toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat het de Kanaanieten herendienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. Ook heeft Efraïm de Kanaanieten die in Gezer woonden niet verdreven, maar de Kanaanieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Nahalol niet verdreven. De Kanaanieten bleven te midden van hen wonen en werden tot herendienst gedwongen. Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Rehob niet verdreven. De Aseriten bleven echter te midden van de Kanaanieten wonen, de bewoners van het land, want zij verdreven hen niet. Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes en de inwoners van Beth-Anat niet verdreven. Zij bleven te midden van de Kanaanieten wonen, de bewoners van het land. De inwoners van Beth-Semes en Beth-Anat werden echter tot herendienst voor hen gedwongen. En de Amorieten drongen de Danieten het bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Verder wilden de Amorieten in Har-Heres, in Ajalon en in Saalbim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en ze werden tot herendienst gedwongen. En het gebied van de Amorieten strekte zich uit vanaf de Schorpioenenpas, vanaf Sela en hoger. Hoofdstuk 2. Een engel van God bestraft Israël. Vers 1 tot en met 5. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei: "Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd: ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan?" Daarom heb ik ook gezegd: "Ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar ze zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn." En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Nood. Letterlijk, zijn stem verhief en huilde. Einde nood. Daarom gaven zij die plaats de naam Bochim, en zij brachten daar offers aan de Heere. De toestand van Israël onder de richters. Vers 6 tot en met 23, tot hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua
en die alle grote daden van de Heere gezien hadden die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn, want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de Heere tegen hen, ten kwade, zoals de Heere gesproken en zoals de Heere hun gezworen had. Zij zaten zeer in het nauw. En de Heere deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren ze afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren, toen die luisterden naar de geboden van de Heere. Zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter, en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat ze zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Ze gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Noot, letterlijk hun harde weg. Einde noot. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël, en hij zei, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven, die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen, door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet. Zo liet de Heere deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Hoofdstuk 3. Dit nu zijn de volken die de Heere liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen, alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten, om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er tevoren niet van wisten. 5 vorsten van de Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baal Hermon af tot aan Lebo Hamat. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of ze naar de geboden van de Heere zouden luisteren, die hij hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Noot. De dienst van Mozes. Letterlijk, de hand van Mozes. Einde noot. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden,
namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. Otniel, vers 7 tot en met 11. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem, en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Kushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Kushan-Rishathaim. Zodat hij de overhand kreeg, letterlijk zodat zijn hand sterk werd. Einde noot. Toen had het land 40 jaar rust, en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Ehud, vers 12 tot en met 30. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en zij namen de palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan, Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat 2 scherpe kanten had, met de lengte van een L, en hij gordde het aan onder zijn kleren aan zijn rechterheup. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. En het gebeurde, toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden, wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei, "Ik heb een geheime zaak voor u, koning." Deze zei, "Stilte." En allen die om hem heen stonden, gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud, "Ik heb een woord van God voor u." En hij stond op van de troon. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet, hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik, en de darminhoud kwam eruit. Toen ging Ehud naar buiten de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken. Maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij, "Hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek." Doet zijn behoefte, letterlijk bedekt zijn voeten. Einde noot. En zij bleven tot schamens toe wachten. Maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen ze de sleutel en deden open. En zie, hun heer lag dood op de grond. Maar Ehud ontkwam, terwijl ze wachten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. En het gebeurde toen hij daar aankwam, dat hij op de bazuin blies in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland en hij zelf ging voor hen uit.
En hij zei tegen hen: Volg mij, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En zij daalden af, achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer 10.000 man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd, en het land had 80 jaar rust. Samgar, vers 31. Na hem nu kwam Samgar, zoon van Anat. Hij doodde de Filistijnen, 600 man, met een prikstok voor ossen. Zo verloste ook hij Israël. Hoofdstuk 4. Deborah en Barak, vers 1 tot en met 24. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroset Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidoot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes Naphtali roepen, en zei tegen hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee, van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kizon, Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei: Ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep vervolgens Zebulon en Naphtali te Kedes bijeen en hij trok te voet op met 10.000 man. Ook Deborah trok met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes staat. Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens. En al het volk dat bij hem was, vanuit Haroset Hagoyim, bij de beek Kizon. En Deborah zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en hield zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroset Hagoyim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, zelfs niet één bleef er over. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber de Keniet. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet en zei tegen hem:
Wijk af van uw weg, mijn Heer. Wijk af van uw weg en kom bij mij. Wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent en ze dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar, geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan en als er iemand komt en u vraagt en zegt, is hier iemand? Dan moet u zeggen, niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vastzat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput. En hij stierf. En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jael kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen hem, kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen en zie, daar lag Sisera dood, met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Hoofdstuk 5. Lofzang van Deborah. Vers 1 tot en met 31. Toen zong Deborah met Barak, de zoon van Abinoam, op die dag. Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen, nu het volk zich vrijwillig gegeven heeft, loof de Heere. Noot. Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen, of nu men het haar in Israël los laat hangen. Einde noot. Luister, koningen, hoor mij aan, vorsten. Ik wil, ja, ik wil voor de Heere zingen. Ik wil psalmen zingen voor de Heere, de God van Israël. Heere, toen u uittrok uit Seir, toen u voortschreed uit het veld van Edom, beefde de aarde. Ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vloeiden weg van voor het aangezicht van de Heere, zelfs de Sinaï, van voor het aangezicht van de Heere, de God van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, lagen de wegen verlaten. En zij die de paden bewandelden, gingen kronkelwegen. Noot. Lagen de wegen verlaten? Letterlijk, hielden de wegen op. Einde noot. De dorpen lagen verlaten in Israël. Ze lagen verlaten, totdat ik, Deborah, opstond. Tot ik opstond, een moeder in Israël. Koos men nieuwe goden, dan was er strijd in de poorten. Werd er ook een schild of speer gezien onder 40.000 in Israël? Mijn hart is bij de wetgevers van Israël, die zich vrijwillig gaven onder het volk. Loof de Heere. U die rijdt op witte ezelinnen, u die op mantels zit, en u die wandelt op de weg, spreek ervan, van het geluid van schutters tussen waterputten. Daar praten zij over de rechtvaardige daden van de Heere, de rechtvaardige daden voor zijn dorpen in Israël. Toen daalde het volk van de Heere af naar de poorten. Ontwaak, ontwaak, Deborah. Ontwaak, ontwaak en spreek een lied. Sta op, Barak, en neem uw gevangenen gevangen, zoon van Abinoam. Toen daalden de overgeblevenen af naar de machtigen. Het volk van de Heere daalde naar mij af met de helden. Uit Efraïm kwamen zij. Hun wortel ligt in Amalek. Achter u kwam Benjamin onder uw volksgenoten. Uit Machir daalden wetgevers af en uit Zebulon wervers van krijgsvolk met een schrijverstaf. Ook de vorsten in Issachar waren met Deborah. En zoals Issachar, zo was Barak. Te voet werd hij het dal ingestuurd.
In de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot. Waarom bleef u zitten tussen de schaapskooien om naar het geblaat van de kudden te luisteren? Voor de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot. Gilead bleef aan de overzijde van de Jordaan. En dan? Waarom verbleef hij bij de schepen? Aser bleef zitten aan de kust van de zee en bleef bij zijn havens. Zebulon is een volk dat zijn leven heeft versmaad tot de dood toe. Naftali evenzo, op de hooggelegen velden. Noot, letterlijk op de hoogten van het veld. Einde noot. De koningen kwamen, zij streden. Toen streden de koningen van Kanaan, bij Taanach, aan het water van Megiddo. Maar buit aan zilver namen ze niet mee. Vanuit de hemel streden zij. Vanuit hun banen streden de sterren tegen Sisera. De beek Kizon sleurde hen mee. De aloude beek, de beek Kizon. Vertrap mijn ziel de sterken. Toen stampten de paardenhoeven van het in galop van zijn machtigen. Vervloek Meros, zegt de engel van de Heere. Vervloek zijn inwoners voortdurend, omdat ze de Heere niet te hulp zijn gekomen, de Heere te hulp met de helden. Laat gezegend zijn boven de vrouwen, Jael, de vrouw van Heber de Keniet. Laat zij boven de vrouwen in de tent gezegend zijn. Water vroeg hij, melk gaf zij. In een schaal voor machtigen bracht zij boter. Haar hand strekte ze uit naar de pin en haar rechterhand naar de hamer van de arbeiders. Zij sloeg Sisera, spleet zijn hoofd, verbrijzelde en doorboorde zijn slaap. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij, lag hij. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij. Waar hij zich kromde, daar viel hij, geschonden. Door het venster keek ze uit. De moeder van Sisera schreeuwde door het traliewerk. Waarom duurt het zo lang voor zijn wagen komt? Waarom blijft het geratel van zijn wagens uit? Noot. Het geratel, letterlijk de voetstap. Einde noot. Haar meest wijze vorstinnen antwoorden. En ook zij beantwoordde haar woorden voor zichzelf. Zouden zij dan geen buit vinden en verdelen? Eén meisje of twee meisjes voor elke man? Een buit van gekleurde stoffen voor Sisera, een buit van gekleurde stoffen. Geborduurde, gekleurde stoffen, aan beide zijden geborduurd, voor om de halzen van de buit. Zo moeten al uw vijanden omkomen, heren. Maar laten zij die hem liefhebben, zijn als het opgaan van de zon in haar kracht. En het land had 40 jaar rust. Hoofdstuk 6. Verdrukking door Midian. Vers 1 tot en met 10. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian, 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Noot. Toen Midian de overhand kreeg, letterlijk, toen de hand van Midian sterk werd. Einde noot. Want het gebeurde, telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere.
En het gebeurde, toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet die tegen hen zei: Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wier land u woont, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Gideon tot richter geroepen. Vers 11 tot en met 32. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen ze zeiden: Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: Ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Noot: Een eva is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. Einde noot. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei: Ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem: Vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het: De Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezrieten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is, en hak de gewijde pijl om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had.
Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuw gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden ze tegen elkaar, wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas, breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden, wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbaal en zei, laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Noot. Jerubbaal betekent, laat Baal het voor zichzelf opnemen. Einde noot. Gideon vat moed door een teken. Vers 33 tot en met 40. Nu hadden heel Midian, als ook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Ze trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jisrael. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naphtali en zij trokken op hun tegemoet. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. Hoofdstuk 7. De Midianieten verslagen. Vers 1 tot en met 25. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op, met al het volk dat bij hem was. Ze sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren. Van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degenen van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon,
Iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon: door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Ze namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. Noot: met zich mee, letterlijk in hun hand. Einde noot. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp. En dan zult u horen waar ze over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Noot: zult u moed vatten, letterlijk zullen uw handen gesterkt worden. Einde noot. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei: zie, ik heb een droom gehad, en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat hij omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei: dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken. En hij zei tegen hen: kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp, en zeggen: voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat ze de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen ze op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En ze riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. En ze stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de Heere het zwaard van de een tegen de ander en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Bethzitta in de richting van Serera, tot aan de oever van Abel-Mehola boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali, uit Aser en uit heel Manasse, en ze joegen Midian achterna. Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: daal af,
Midian tegemoet en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Betbara en de Jordaan. Noot: de doorwaadbare plaatsen, letterlijk het water. Einde noot. Zo werden alle mannen van Efraïm bijeengeroepen en zij ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Betbara en de Jordaan. Vervolgens namen zij twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Ze doden Oreb op de rots Oreb en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb. En zij achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Hoofdstuk 8. Gideon achtervolgt de vijand. Vers 1 tot en met 21. Toen zeiden de mannen van Efraïm tegen hem: wat is dit wat u ons hebt aangedaan, dat u ons niet hebt geroepen toen u tegen Midian ging strijden? En ze kregen grote oneenigheid met hem. Hij daarentegen zei tegen hen: wat heb ik nu gedaan vergeleken met u? Is de nalezing van Efraïm niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten van Midian, Oreb en Zeeb in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen vergeleken met u? Toen hij dit gezegd had, bedaarde hun woede tegen hem. Noot: woede, letterlijk geest. Einde noot. Toen Gideon bij de Jordaan gekomen was, stak hij over, samen met de 300 mannen die bij hem waren. En hoewel moe, bleven zij achtervolgen. En hij zei tegen de mensen van Sukkot: geef toch enkele ronde broden aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want ze zijn moe. En ik achtervolg Seba en Zalmunna, de koningen van Midian. Maar de vorsten van Sukkot zeiden: hebt u Seba en Zalmunna dan al in handen, dat wij uw leger brood zouden geven? Noot: hebt u in handen, letterlijk, is de handpalm van Seba en Zalmunna dan al in uw hand? Einde noot. Toen zei Gideon: daarom zal ik, wanneer de Heere Seba en Zalmunna in mijn hand geeft, uw lichamen dorsen met woestijndorens en met distels. En vandaar trok hij op naar Pnuel en sprak tot hen op dezelfde manier. Maar de mensen van Pnuel antwoordden hem zoals de mensen van Sukkot geantwoord hadden. Daarom zei hij ook tegen de mensen van Pnuel: als ik in vrede terugkom, zal ik deze toren afbreken. Nu waren Seba en Zalmunna in Karkor en hun legers met hen, ongeveer 15.000 man. Dit waren allen die overgebleven waren van heel het leger van de mensen van het oosten. De gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard konden hanteren. Noot: letterlijk, die het zwaard uittrokken. Einde noot. Gideon trok verder langs de weg van hen die in tenten wonen, ten oosten van Noba en Jogbeha. En hij versloeg het legerkamp, terwijl het legerkamp dacht dat het veilig was. En Seba en Zalmunna vluchtten. Hij achtervolgde hen echter, nam de beide koningen van Midian, Seba en Zalmunna, gevangen en joeg heel het leger schrik aan. Toen Gideon, de zoon van Joas, terugkwam van de strijd via de pas bij Heres, nam hij een jongen van de mensen van Sukkot gevangen en ondervroeg hem. Die schreef de vorsten van Sukkot voor hem op, als ook hun oudsten, 77 mannen. Toen kwam hij bij de mensen van Sukkot en zei: zie, Seba en Zalmunna, om wie u mij gehoond hebt door te zeggen: hebt u Seba en Zalmunna dan al in handen, dat wij uw vermoeide mannen brood zouden geven? En hij nam de oudsten van die stad en ook woestijndorens en distels, en daarmee liet hij het de mensen van Sukkot weten. En de toren van Pnuel brak hij af en hij doodde de mensen van de stad. Daarna zei hij tegen Seba en Zalmunna: wat waren het voor mannen die u op de Tabor doodden? En zij zeiden: zij waren zoals u, één in gestalte,
als koningszonen. Toen zei hij: het waren mijn broers, zonen van mijn moeder. Zo waar de Heere leeft, als u hen had laten leven, zou ik u niet doden. En hij zei tegen Jeter, zijn eerstgeborene: sta op, dood hen. Maar de jongen trok zijn zwaard niet, omdat hij bang was. Hij was immers nog maar een jongen. Toen zeiden Zeba en Zalmunna: staat u zelf op en steek ons dood, want zoals de man is, zo is zijn kracht. Daarom stond Gideon op, doodde Zeba en Zalmunna en nam de maantjes die om de halzen van hun kamelen hingen. Gideon wil niet over Israël heersen. Vers 22 tot en met 35. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon: heers over ons, u zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. Maar Gideon zei tegen hen: ik zal niet over u heersen, en ook mijn zoon zal niet over u heersen, de Heere zal over u heersen. Verder zei Gideon tegen hen: ik wil u een verzoek doen. Laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren Ismaëlieten. En ze zeiden: wij zullen ze graag geven. En ze spreidden een kleed uit, en ieder wierp daarop een ring uit zijn buit. Het gewicht van de gouden ringen waar hij om gevraagd had, was 1700 sikkel goud. Naast de maantjes, oorhangers en purperen kleding die de koningen van Midian gedragen hadden, en naast de kettingen om de halzen van hun kamelen. Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad in Ofra. En heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten, en zij hieven hun hoofd niet meer op. En het land had rust in de dagen van Gideon, 40 jaar lang. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging weg en woonde weer in zijn huis. Nu had Gideon 70 zonen die van hem afstamden, want hij had veel vrouwen. Noot, die van hem afstamden, letterlijk die uit zijn heup waren gekomen. Einde noot. En zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, baarde hem ook een zoon. En hij gaf hem de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom en werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Abiezeriet in Ofra. Maar het gebeurde, toen Gideon gestorven was, dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij achter de Baals aangingen. En zij maakten voor zich Baal-Berit tot een god. En de Israëlieten dachten niet meer aan de Heere hun God, die hen gered had uit de hand van al hun vijanden van rondom. En zij bewezen het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, geen goede tierenheid voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. Hoofdstuk 9. Misdaden van Abimelech. Vers 1 tot en met 6. En Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar Sichem, naar de broers van zijn moeder. En hij sprak tot hen en tot heel het geslacht van de familie van zijn moeder: spreek toch ten aanhoren van alle burgers van Sichem. Wat is beter voor u? Dat 70 mannen, allemaal zonen van Jerubbaal, over u heersen, of dat 1 man over u heerst? Bedenk daarbij dat ik uw beenderen en uw vlees ben. Toen spraken de broers van zijn moeder ten aanhoren van alle burgers van Sichem al deze woorden over hem. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden: hij is onze broeder. Zij gaven hem 70 zilverstukken uit het huis van Baal-Berit, en daarmee huurde Abimelech lichtzinnige leeglopers in, die hem volgden. Toen kwam hij in het huis van zijn vader in Ofra en doodde zijn broers, de zonen van Jerubbaal, op 1 en dezelfde steen, 70 mannen. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, bleef over, omdat hij zich had verborgen.
Daarop verzamelden zich alle burgers van Sichem en heel Bet-Millo. Ze gingen op weg en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. De toespraak van Jotam, vers 7 tot en met 21. Toen ze dit Jotam verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan en hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen: luister naar mij, burgers van Sichem, dan zal God naar u luisteren. Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom: wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen: zou ik mijn olie opgeven, die God en de mensen in mij prijzen, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom: komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen: zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen: zou ik mijn nieuwe wijn opgeven, die God en mensen vrolijk maakt, en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik: kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen: als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Welnu, als u naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt toen u Abimelech koning maakte, en als u goed gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, en als u met hem hebt gedaan overeenkomstig de verdiensten van zijn handen, mijn vader heeft immers voor u gestreden, zijn leven gewaagd en u uit de hand van Midian gered. Maar u bent deze dag in opstand gekomen tegen het huis van mijn vader en hebt zijn zonen, 70 mannen, op één en dezelfde steen gedood. En u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broer is. Als u dan op deze dag naar waarheid en in oprechtheid gehandeld hebt met Jerubbaal en zijn huis, verblijd u dan over Abimelech en laat ook hij zich verblijden over u. Noot: zijn leven gewaagd, letterlijk zijn ziel van tegenover hem weggeworpen. Einde noot. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan uit Abimelech, dat de burgers van Sichem en Bet-Millo verteert, en laat er vuur uitgaan van de burgers van Sichem en Bet-Millo, dat Abimelech verteert. Toen ging Jotam haastig op de vlucht. Hij ging naar Beer en woonde daar vanwege zijn broer Abimelech. Abimelech verwoest Sichem. Vers 22 tot en met 49. Toen Abimelech 3 jaar over Israël geheerst had, zond God een boze geest tussen Abimelech en de burgers van Sichem. De burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech, opdat het geweld tegen de 70 zonen van Jerubbaal en hun bloed zouden neerkomen op hun broer Abimelech, die hen gedood had, en op de burgers van Sichem, die hem aangemoedigd hadden om zijn broers te doden. Noot: aangemoedigd, letterlijk zijn handen gesterkt. Einde noot. De burgers van Sichem plaatsten mannen in hinderlaag tegen hem op de toppen van de bergen, en die beroofden iedereen die over de weg langs hen heen kwam. En het werd aan Abimelech verteld: Gaal, de zoon van Ebed, kwam ook met zijn broeders, en zij kwamen over naar Sichem. En de burgers van Sichem vertrouwden op hem. Ze gingen de stad uit, het veld in, en ze plukten hun wijngaarden leeg, traden de druiven en zongen feestliederen. Daarna gingen zij het huis van hun god binnen, aten, dronken en vervloekten Abimelech.
Toen zei Gaal, de zoon van Ebed, wie is Abimelech en wat is Sichem dat wij hem zouden dienen? Is hij niet de zoon van Jerubbaal en is Sebul niet zijn bevelhebber? Dien liever de mannen van Hemor, de vader van Sichem, want waarom zouden wij hem dienen? Och, had ik dit volk maar in mijn hand. Noot. Letterlijk, wie zal in mijn hand geven? Einde noot. Dan zou ik Abimelech wel verdrijven. Ook zei hij tegen Abimelech, vergroot uw leger en trek uit. Toen Sebul, de overste van de stad, de woorden van Gaal, de zoon van Ebed, hoorde, ontstak hij in woede. Heimelijk stuurde hij boden naar Abimelech om te zeggen, zie, Gaal, de zoon van Ebed, en zijn broers zijn in Sichem gekomen. En zie, zij zetten de stad tegen u op. Wel nu dan, sta vannacht op, u en het volk dat bij u is, en leg een hinderlaag in het veld. En laat het 's morgens als de zon opgaat zo gebeuren. U moet vroeg opstaan en deze stad overvallen. En zie, als hij met het volk dat bij hem is tegen u uittrekt, doe dan met hem zoals uw hand vindt om te doen. Toen stond Abimelech, met al het volk dat bij hem was, 's nachts op, en zij legden zich in een hinderlaag tegen Sichem in 4 groepen. En Gaal, de zoon van Ebed, kwam naar buiten en ging bij de ingang van de stadspoort staan. Daarop stond Abimelech op uit de hinderlaag met het volk dat bij hem was. Toen Gaal het volk zag, zei hij tegen Sebul, zie, er komt volk van de bergtoppen naar beneden. Sebul zei echter tegen hem, u ziet de schaduw van de bergen voor mensen aan. Maar Gaal sprak opnieuw en zei, zie, daar komt volk naar beneden, vanuit het midden van het land, en 1 groep komt uit de richting van de waarzeggerseik. Toen zei Sebul tegen hem, waar is nu die grote mond van u, waarmee u zei, wie is Abimelech, dat wij hem zouden dienen? Is dit niet het volk dat u veracht hebt? Trek nu toch de stad uit en strijd tegen hem. En Gaal trok voor de ogen van de burgers van Sichem de stad uit en streed tegen Abimelech. Maar Abimelech jaagde hem na, want hij vluchtte voor hem weg. En velen vielen er dodelijk gewond neer tot bij de ingang van de stadspoort. En Abimelech bleef in Aruma en Sebul verdreef Gaal en zijn broeders, zodat ze niet meer in Sichem konden wonen. En het gebeurde de volgende dag dat het volk de stad uittrok, het veld in, en men vertelde het aan Abimelech. Toen nam hij zijn manschappen, verdeelde hen in 3 groepen en legde een hinderlaag in het veld. Daarna zag hij en zie, het volk trok de stad uit. Daarop viel hij hen aan en versloeg hen. Terwijl Abimelech en de groepen die bij hem waren hen overvielen en bij de ingang van de stadspoort bleven staan, overvielen de 2 andere groepen allen die in het veld waren en versloegen hen. Die hele dag streed Abimelech tegen de stad. Hij nam de stad in en het volk dat daarin was doodde hij. Hij brak de stad af en bestrooide die met zout. Toen alle burgers van Migdal-Sichem dit hoorden, gingen zij de schuilplaats van het huis van El-Berit in. En Abimelech werd verteld dat alle burgers van Migdal-Sichem zich daar verzameld hadden. Vervolgens ging Abimelech de berg Salmon op, hij en al het volk dat bij hem was. Abimelech nam een bijl ter hand, hakte een tak van de bomen, pakte hem op en legde hem op zijn schouder. En tegen het volk dat bij hem was, zei hij, wat u mij hebt zien doen, haast u dat ook te doen, net als ik. Daarop hakte ook een ieder van het volk zijn tak af en zij gingen Abimelech achterna. Ze legden de takken tegen de schuilplaats en staken daarmee de schuilplaats in brand. Zo stierven ook alle mensen van Migdal-Sichem, ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Dood van Abimelech, vers 50 tot en met 57.
Daarna ging Abimelech naar Thebes. Hij sloeg zijn kamp op bij Thebes en nam het in. Maar er stond een sterke toren in het midden van de stad en alle mannen en vrouwen, ja, alle burgers van de stad vluchtten daarheen. Zij sloten de deur achter zich en klommen op het dak van de toren. Toen kwam Abimelech bij de toren en bestormde die. Maar toen hij de ingang van de toren naderde om die in brand te steken, wierp een vrouw een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd en zij verbrijzelde zijn schedel. Toen riep hij snel de knecht die zijn wapens droeg en zei tegen hem: "Trek uw zwaard en dood mij, want anders zullen zij over mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood." Daarop doorstak zijn knecht hem, zodat hij stierf. En toen de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, gingen zij terug, iedereen naar zijn woonplaats. Zo liet God het kwaad van Abimelech dat hij zijn vader aangedaan had door zijn 70 broers te doden, op zijn hoofd terugkeren. Evenzo liet God al het kwaad van de mensen van Sichem op hun hoofd terugkeren. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Hoofdstuk 10. Tola en Jair, vers 1 tot en met 5. Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. Hij was de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issachar, en hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. Hij gaf 23 jaar leiding aan Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. Na hem stond Jair op, de Gileadiet. Hij gaf 22 jaar leiding aan Israël. Hij had 30 zonen die op 30 ezelshengsten reden en 30 steden hadden. Men noemt ze tot op deze dag de dorpen van Jair die in het land Gilead liggen. Jair stierf en werd begraven in Kanon. De Filistijnen en de Ammonieten onderdrukken Israël. Vers 6 tot en met 18 tot hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 28. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere en dienden de Baals en de Astartes en de goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten de Heere en dienden hem niet. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van de Ammonieten. En in datzelfde jaar begonnen deze de Israëlieten te verdrukken en te vertrappen. 18 jaar onderdrukten zij al de Israëlieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden, in het land van de Amorieten dat in Gilead lag. Bovendien staken de Ammonieten de Jordaan over om ook tegen Juda te strijden, en tegen Benjamin en het huis van Efraïm, zodat Israël zeer in het nauw zat. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en zeiden: "Wij hebben tegen u gezondigd, zowel omdat wij onze God hebben verlaten, als ook omdat wij de Baals hebben gediend." Maar de Heere zei tegen de Israëlieten: "Heb ik u niet van de Egyptenaars verlost, en van de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen, en van de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, toen zij u onderdrukten en u tot mij riep, en ik u uit hun hand verloste? En toch hebt u mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Ga weg en roep tot de goden die u verkozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert." Maar de Israëlieten zeiden tegen de Heere: "Wij hebben gezondigd. Doet u maar met ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen, red ons toch op deze dag." En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. Nood, letterlijk, werd zijn ziel verkort door de moeite van Israël. Einde nood. En de Ammonieten werden bijeengeroepen en zij sloegen hun kamp op in Gilead, terwijl de Israëlieten zich verzamelden
en in Mispa hun kamp opsloegen. Toen zeiden het volk en de vorsten van Gilead tegen elkaar: Wie is de man die zal beginnen te strijden met de Ammonieten? Die zal het hoofd worden van alle inwoners van Gilead. Hoofdstuk 11. De Gileadiet Jefta nu was een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Gilead had Jefta echter verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En toen de zonen van deze vrouw groot geworden waren, joegen zij Jefta weg en zeiden tegen hem: Jij zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben, want je bent een zoon van een andere vrouw. Toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land Tob wonen. En leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. En het gebeurde na enkele dagen dat de Ammonieten tegen Israël streden. En het gebeurde terwijl de Ammonieten tegen Israël streden, dat de oudsten van Gilead op weg gingen om Jefta uit het land Tob te halen. Zij zeiden tegen Jefta: Kom en wees onze aanvoerder, en laten wij tegen de Ammonieten strijden. Jefta zei echter tegen de oudsten van Gilead: Hebt u mij niet gehaat en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd? Waarom bent u dan nu naar mij toegekomen, nu u in het nauw zit? En de oudsten van Gilead zeiden tegen Jefta: Juist daarom zijn wij nu naar u teruggekomen, opdat u met ons meegaat en tegen de Ammonieten strijdt. U zult voor ons het hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Toen zei Jefta tegen de oudsten van Gilead: Als u mij terughaalt om te strijden tegen de Ammonieten en de Heere hen aan mij zal overleveren, zal ik dan uw hoofd zijn? Daarop zeiden de oudsten van Gilead tegen Jefta: Mogen de Heere toehoorder tussen ons zijn als wij niet zo, overeenkomstig uw woorden, zullen handelen. Zo ging Jefta met de oudsten van Gilead mee en het volk stelde hem als hoofd en aanvoerder over zich aan. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de Heere in Mispa. Vervolgens stuurde Jefta boden naar de koning van de Ammonieten om te zeggen: Wat hebben ik en u met elkaar te maken dat u naar mij toegekomen bent om tegen mijn land te strijden? En de koning van de Ammonieten zei tegen de boden van Jefta: Het is omdat Israël, toen het uit Egypte trok, mijn land afgenomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan. Geef mij het dan nu in vrede terug. Maar Jefta stuurde opnieuw boden naar de koning van de Ammonieten. Hij zei tegen hem: Zo zegt Jefta: Israël heeft het land van Moab en het land van de Ammonieten niet afgenomen. Toen zij immers uit Egypte weggetrokken waren, trok Israël door de woestijn tot aan de Schelfzee en kwam bij Kades. Vervolgens stuurde Israël boden naar de koning van Edom om te zeggen: Laat mij toch door uw land trekken. Maar de koning van Edom gaf geen gehoor. Het stuurde ook boden naar de koning van Moab, die ook niet wilde. Dus bleef Israël in Kades. Vervolgens trok het verder door de woestijn en trok om het land van Edom en het land van Moab heen. Het bereikte de zijde van het land van Moab waar de zon opgaat en sloeg zijn kamp op aan de overzijde van de Arnon. Zij kwamen echter niet binnen de grens van Moab, want de Arnon vormde de grens van Moab. Maar Israël stuurde boden naar Sihon, de koning van de Amorieten, koning van Hesbon, en Israël zei tegen hem: Laat ons toch door uw land trekken tot aan de plaats van mijn bestemming. Sihon geloofde echter niet dat Israël alleen maar door zijn gebied zou trekken, en Sihon verzamelde heel zijn volk en zij sloegen hun kamp op in Jaza. En hij streed tegen Israël. Maar de Heere, de God van Israël, leverde Sihon met heel zijn volk over in de hand van Israël, zodat zij hen versloegen. Zo nam Israël heel het land van de Amorieten die in dat land woonden in bezit. Ze namen heel het gebied van de Amorieten in bezit, vanaf de Arnon tot aan de Jabok en van de woestijn tot aan de Jordaan. En nu de Heere, de God van Israël, de Amorieten van voor de ogen van zijn volk Israël uit hun bezit verdreven heeft,
zou u hun land dan in bezit nemen? Zou u niet het land in bezit nemen van hen die uw god Chamos voor u uit hun bezit verdreef? Zo zullen wij al het land in bezit nemen van hen die de Heere onze God van voor onze ogen uit hun bezit verdreven heeft. Welnu, bent u zoveel beter dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Heeft hij het ooit tegen Israël opgenomen? Heeft hij ooit tegen hen gestreden? En dat terwijl Israël 300 jaar in Hesbon en de bijbehorende plaatsen heeft gewoond, en in Aroer en de bijbehorende plaatsen, en in al de steden die aan de oevers van de Arnon liggen. Waarom hebt u die dan al die tijd niet bevrijd? Niet ik heb tegen u gezondigd, maar u handelt verkeerd ten aanzien van mij door tegen mij te strijden. Laat de Heere, die rechter is, deze dag oordelen tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten luisterde niet naar de woorden van Jefta die hij hem gestuurd had. De gelofte van Jefta, vers 29 tot en met 40. Toen kwam de geest van de Heere op Jefta en hij trok door Gilead en Manasse. Vervolgens trok hij door Mispe in Gilead en vanuit Mispe in Gilead trok hij op naar de Ammonieten. En Jefta deed de Heere een gelofte en zei: als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de Heere zijn, en ik zal het als brandoffer offeren. Zo trok Jefta op naar de Ammonieten om tegen hen te strijden, en de Heere gaf hen in zijn hand. En hij versloeg hen vanaf Aroer tot waar u bij Minnit komt, 20 steden, en tot bij Abel Keramim, met een zeer grote slag. Zo werden de Ammonieten vernederd van voor de ogen van de Israëlieten. Maar toen Jefta in Mispa bij zijn huis aankwam, zie, toen kwam zijn dochter naar buiten, hem tegemoet, met tamboerijnen en in rijdans. Nu was zij zijn enige kind, hij had verder geen zoon of dochter. En het gebeurde toen hij haar zag dat hij zijn kleren scheurde en zei: ach, mijn dochter, je laat mij diep neerbukken en je hoort nu bij hen die mij in het ongeluk storten. Ik heb namelijk mijn mond naar de Heere opengedaan en ik kan er niet op terugkomen. Maar zij antwoordde hem: mijn vader, als u uw mond naar de Heere hebt geopend, doe dan met mij overeenkomstig datgene wat u hebt gesproken. Noot, letterlijk, wat uit uw mond is gegaan. Einde noot. Aangezien de Heere u immers volledig gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten. Noot, u volledig gewroken heeft, letterlijk, wraken voor u gedaan heeft. Einde noot. Verder zei zij tegen haar vader: laat de volgende zaak ten aanzien van mij gebeuren. Laat mij 2 maanden begaan om af te dalen naar de bergen en te huilen omdat ik maagd zal blijven. Ik, samen met mijn vriendinnen. Noot, omdat ik maagd zal blijven, letterlijk, om mijn maagdelijkheid. Einde noot. En hij zei: ga maar. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. Toen ging zij met haar vriendinnen op weg en ze huilde op de bergen, omdat zij maagd zou blijven. En het gebeurde na verloop van 2 maanden dat ze naar haar vader terugkeerde. En hij voltrok aan haar zijn gelofte die hij had gedaan. Zij heeft geen gemeenschap gehad met een man. Noot, letterlijk, geen man gekend. Einde noot. En het werd een gewoonte in Israël dat de dochters van Israël van jaar tot jaar op weg gingen om met de dochter van Jefta de Gileadiet te praten, 4 dagen per jaar. Noot, van jaar tot jaar, letterlijk, van dagen naar dagen. Einde noot. Hoofdstuk 12. Opstand van Efraïm tegen Jefta, vers 1 tot en met 7. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en zij staken de Jordaan over naar het noorden, noot, naar het noorden of naar Safon,
eindenood. En zij zeiden tegen Jefta: waarom bent u opgetrokken om tegen de Ammonieten te strijden, zonder ons te roepen om met u mee te gaan? Wij zullen uw huis met u erin met vuur verbranden. Maar Jefta zei tegen hen: ik en mijn volk hadden grote oneenigheid met de Ammonieten. Toen heb ik u geroepen, maar u hebt mij niet uit hun hand verlost. En toen ik zag dat u ons niet verloste, stelde ik mijn leven in de waagschaal en trok ik tegen de Ammonieten op. En de Heere gaf hen in mijn hand. Noot. Stelde ik mijn leven in de waagschaal, letterlijk nam ik mijn ziel in mijn hand. Einde noot. Waarom bent u dan op deze dag naar mij toegekomen om tegen mij te strijden? Daarop riep Jefta alle mannen van Gilead bijeen en streed tegen Efraïm. En de mannen van Gilead versloegen Efraïm, want omdat Gilead tussen Efraïm en Manasse ligt, zeiden zij: u bent vluchtelingen uit Efraïm. Gilead ontnam de Efraïmieten namelijk de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. En het gebeurde, wanneer vluchtelingen van Efraïm zeiden: laat mij oversteken, dat de mannen van Gilead tegen hem zeiden: bent u een Efraïmiet? En wanneer hij zei nee, zeiden zij tegen hem: zeg eens Shibboleth. Wanneer hij dan zei Shibboleth en het woord dus niet goed uit kon spreken, grepen zij hem en doden hem bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. In die tijd vielen er van Efraïm 42.000 man. Jefta gaf 6 jaar leiding aan Israël. En de Gileadiet Jefta stierf en werd begraven in een van de steden van Gilead. Epsan, Elon, Abdon. Vers 8 tot en met 15. Na hem gaf Epsan uit Bethlehem leiding aan Israël. Hij had 30 zonen en huwelijkte 30 dochters uit, terwijl hij voor zijn zonen 30 dochters van elders bracht. Noot. Huwelijkte 30 dochters uit, letterlijk zond 30 dochters naar buiten. Einde noot. Hij gaf 7 jaar leiding aan Israël. Toen stierf Epsan en werd begraven in Bethlehem. Na hem gaf de Zebuloniet Elon leiding aan Israël. Hij gaf 10 jaar leiding aan Israël. En de Zebuloniet Elon stierf en werd begraven te Ayalon in het land van Zebulon. En na hem gaf Abdon, een zoon van Hillel uit Pirhaton, leiding aan Israël. Hij had 40 zonen en 30 kleinzonen die op 70 ezelshengsten reden. Hij gaf 8 jaar leiding aan Israël. Toen stierf Abdon, de zoon van Hillel uit Pirhaton. En hij werd begraven in Pirhaton in het land van Efraïm in het gebergte van de Amalekiet. Hoofdstuk 13. De geboorte van Simson, vers 1 tot en met 25. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hen over in de hand van de Filistijnen, 40 jaar lang. En er was een man uit Sora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar: zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man: een man Gods kwam bij mij, en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam, en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij: zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn.
Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei: Ach Heere, laat de man Gods die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen, om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat, en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haastte de vrouw zich en snelde weg, en vertelde het haar man. En ze zei tegen hem: Zie, de man die op die dag naar mij toe kwam, is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij die man en zei tegen hem: Bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei: Ik ben het. Toen zei Manoach: Welnu, laten uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn en wat zijn werk? En de engel van de Heere zei tegen Manoach: Voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Noot: van de wijnstok, letterlijk van de wijnstok van de wijn. Einde noot. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heere: Laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de Heere zei tegen Manoach: Ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan de Heere offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heere was. En Manoach zei tegen de engel van de Heere: Wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heere zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heere. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heere opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de Heere was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de Heere behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Zora en Estaol. Hoofdstuk 14. Het huwelijk van Simson, vers 1 tot en met 20. Simson ging naar Timna, en toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei: Ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder: Is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader: Neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw. En ze was in Simsons ogen de juiste.
Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. En het gebeurde, zodra ze hem zagen, dat ze 30 metgezellen uitkozen die bij hem zouden blijven. Noot. Uitkozen, letterlijk namen. Einde noot. En Simson zei tegen hen, laat mij u toch een raadsel opgeven. Als u mij dat binnen de 7 dagen van deze bruiloft goed kunt uitleggen en kunt ontdekken wat het betekent, zal ik u 30 stel onderkleren geven en 30 stel bovenkleren. Maar als u het mij niet kunt uitleggen, dan moet u mij 30 stel onderkleren en 30 stel bovenkleren geven. Daarop zeiden zij tegen hem, geef uw raadsel op en laat het ons horen. Hij zei tegen hen, eten kwam uit de eter en zoetigheid kwam uit de sterke. En 3 dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen. Toen gebeurde het op de 7e dag dat zij tegen de vrouw van Simson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen, anders zullen wij u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo? Toen ging de vrouw van Simson bij hem zitten huilen en zei, je haat mij alleen maar en houdt niet van mij. Je hebt mijn volksgenoten een raadsel opgegeven en het mij niet uitgelegd. En hij zei tegen haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet eens uitgelegd. Zou ik het jou dan wel uitleggen? En zij huilde bij hem op de 7e dag dat ze deze maaltijd hadden. Zo gebeurde het op de 7e dag dat hij het haar uitlegde, want ze bleef bij hem aandringen. Vervolgens legde zij het raadsel uit aan haar volksgenoten. Toen zeiden de mannen van de stad tegen hem, op de 7e dag, voordat de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zei tegen hen, als u niet met mijn kalf had geploegd, zou u de betekenis van mijn raadsel niet hebben ontdekt. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. Hij ging naar de Askelonieten en sloeg 30 man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel, die hem vergezeld had. Hoofdstuk 15. Simsons overwinningen op de Filistijnen. Vers 1 tot en met 20. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. Want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Noot, dacht, letterlijk, zei. Einde noot. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. Toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. En Simson ging op weg en ving 300 vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke 2 staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Noot, stak de fakkels aan, letterlijk stak vuur aan in de fakkels. Einde noot. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan?
En men zei, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simson tegen hen, Als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hun met een grote slag de botten stuk. Noot, letterlijk, hij sloeg hen dijbeen over heup. Einde noot. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, Waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, Wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zij zeiden tegen Simson, Wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, Zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En zij zeiden tegen hem, Wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen, Zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem, Nee, wij zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En zij bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Lehi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. Noot, letterlijk, smolten weg van op zijn handen. Einde noot. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson, Met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp, en hij noemde die plaats Ramat Lehi. Noot, Ramat Lehi betekent heuvel van het kaakbeen. Einde noot. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei, U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Lehi is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot op deze dag in Lehi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Hoofdstuk 16. Simson in Gaza, vers 1 tot en met 3. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. Zij omsingelden hem en loerden heel de nacht op hem in de stadspoort. Ze hielden zich echter heel de nacht stil, want ze zeiden, Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Simson en Delila, vers 4 tot en met 21. Daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg, en haar naam was Delila. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar, Verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt, en waarmee wij hem aankunnen.
Dan binden we hem vast om hem te bedwingen. We zullen u dan elk 1100 zilverstukken geven. Toen zei Delila tegen Simson: Vertel mij toch waarin je grote kracht ligt en waarmee je vastgebonden zou kunnen worden om je te bedwingen. Simson zei tegen haar: Als ze mij zouden vastbinden met 7 verse pezen, die niet verdroogd zijn, dan zou ik zwak worden en als ieder ander mens zijn. Daarop brachten de stadsvorsten van de Filistijnen haar 7 verse pezen, die niet verdroogd waren, en zij bond hem daarmee vast. Men lag bij haar in een kamer in een hinderlaag. Noot: Letterlijk, de hinderlaag zat bij haar in een kamer. Einde noot. Toen zei ze tegen hem: De Filistijnen over je, Simson. Maar hij brak de pezen, zoals een vlasdraad gebroken wordt als hij vuur ruikt. Zo werd het geheim van zijn kracht niet bekend. Toen zei Delila tegen Simson: Zie, je hebt mij bedrogen en leugens tegen mij gesproken. Vertel mij toch nu waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. En hij zei tegen haar: Als ze mij stevig vast zouden binden met nieuwe touwen, waarmee geen werk is gedaan, dan zou ik zwak worden en zijn als ieder ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee vast en zei tegen hem: De Filistijnen over je, Simson, terwijl men in een kamer in een hinderlaag lag. Hij brak de touwen echter van zijn armen als een draad. En Delila zei tegen Simson: Tot nu toe heb je mij bedrogen en leugens tegen mij gesproken. Vertel mij nu toch waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. En hij zei tegen haar: Als je de 7 haarlokken van mijn hoofd zou verweven met de schering van een weefgetouw. En ze maakte ze vast met een pin en zei tegen hem: De Filistijnen over je, Simson. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en trok de pin los van het weefgetouw en de schering. Daarop zei ze tegen hem: Hoe kun je zeggen, ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is? Je hebt mij nu 3 keer bedrogen en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt. En het gebeurde toen ze alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong en hem lastig viel, dat zijn ziel het niet langer verdragen kon, tot stervens toe. Noot: Het niet langer verdragen kon, letterlijk verkort werd. Einde noot. Toen vertelde hij haar alles. Noot: Letterlijk heel zijn hart. Einde noot. En zei tegen haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazireër aan God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden en als alle mensen zijn. Toen Delila nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde zij een bode en liet zij de Filistijnse stadsvorsten roepen en zei: Kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. Noot: Mee, letterlijk, in hun hand. Einde noot. Daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En ze begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En ze zei: De Filistijnen over je, Simson. Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei: Ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Noot: Als de andere keren, letterlijk zoals keer op keer. Einde noot. Hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 bronzen kettingen. En hij maalde meel in de gevangenis. Simson, stervend overwinnaar. Vers 22 tot en met 31.
Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En de Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. Noot. En om vrolijk te zijn, letterlijk, en tot blijdschap. Einde noot. En ze zeiden, onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun God, want ze zeiden, onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven, de man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. En het gebeurde, toen hun hart vrolijk was, dat ze zeiden, roep Simson en laat hem ons vermaken. En ze riepen Simson uit de gevangenis en hij vermaakte hen. En ze lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar, en op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. Toen riep Simson tot de Heere en zei, Heere, Heere, denk toch aan mij, en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. Noot. Met één slag, letterlijk met één wraak. Einde noot. En Simson greep de twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en ze namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Esthaol, in het graf van zijn vader Manoach. En hij had 20 jaar als richter leiding gegeven aan Israël. Hoofdstuk 17. Afgoderij van Micha, vers 1 tot en met 13. Er was een man uit het bergland van Efraïm die Micha heette. Deze zei tegen zijn moeder, de 1100 zilverstukken die u ontnomen zijn en waarover u een vervloeking hebt geuit en die ook ten aanhoren van mij hebt uitgesproken, zie, dat geld is bij mij. Ik had het weggenomen. Daarop zei zijn moeder, gezegend zij mijn zoon door de Heere. Zo gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder zei, ik heb dat geld geheel aan de Heere geheiligd en het uit handen gegeven aan mijn zoon om een gesneden en gegoten beeld te maken. Dus geef ik het nu aan jou terug. Noot. Uit handen, letterlijk uit mijn hand. Einde noot. Hij gaf het geld echter aan zijn moeder terug. En zijn moeder nam 200 zilverstukken en gaf ze aan de edelsmid, die daarvan een gesneden en een gegoten beeld maakte. En het stond in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. Ook maakte hij een efod en afgodsbeeldjes en wijde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. Noot. Wijde een van zijn zonen, letterlijk, vulde de hand van een uit zijn zonen. Einde noot. In die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu was er een jonge man uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht van Juda. Hij was een leviet en verbleef daar als vreemdeling. Toen ging deze man uit die stad, uit Bethlehem in Juda, weg om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht, noot, letterlijk, om zijn weg te doen, einde noot, in het bergland van Efraïm kwam, tot bij het huis van Micha, zei Micha tegen hem, waar komt u vandaan?
En hij zei tegen hem, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda, en ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Daarop zei Micha tegen hem, blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester. Ik zal u elk jaar 10 zilverstukken geven, een stel kleren en wat nodig is voor uw levensonderhoud. Nood, jaar, letterlijk dagen. Einde nood. En de leviet ging met hem mee. De leviet stemde erin toe bij die man te blijven, en de jonge man was als een van zijn zonen voor hem. En Micha wijdde de leviet en de jonge man werd voor hem tot priester. Zo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. Hoofdstuk 18. De Danieten zoeken nieuw land. Vers 1 tot en met 31. In die dagen was er geen koning in Israël. En in die dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een erfelijk bezit om er te wonen, want tot op die dag was hun onder de stammen van Israël niet voldoende erfelijk bezit toegevallen. Daarom stuurden de Danieten uit hun hele geslacht 5 mannen, strijdbare mannen uit Sora en uit Estohol, om het land te verkennen en om het te doorzoeken. Nood, uit hun hele geslacht, letterlijk uit hun geslacht, uit hun einden. Einde nood. En ze zeiden tegen hen, ga op weg, doorzoek het land. En ze kwamen in het bergland van Efraïm bij het huis van Micha en overnachten daar. En toen ze bij het huis van Micha waren, herkenden zij de stem van de jonge man, de leviet. Ze weken van hun weg af en zeiden tegen hem, wie heeft u hier gebracht? Wat doet u hier? En wat hebt u hier te maken? Daarop zei hij tegen hen, zo en zo heeft Micha met mij gedaan. Hij heeft mij ingehuurd en ik ben voor hem tot een priester. En ze zeiden tegen hem, raadpleeg God toch, dan weten wij of onze weg, die wij gaan, voorspoedig zal zijn. En de priester zei tegen hen, ga in vrede. Uw weg, waarlangs u zult gaan, is de Heere welgevallig. Nood, letterlijk, is voor de Heere. Einde nood. Vervolgens gingen de 5 mannen op weg en kwamen in Laïs. En ze zagen het volk dat er onbezorgd woonde, volgens de wijze van de Sidoniërs, rustig en onbezorgd. En er was geen machthebber in het land die iemand om enige zaak lastig viel. Ook waren ze ver verwijderd van de Sidoniërs en hadden ze niets met andere mensen van doen. Daarna kwamen ze terug bij hun broeders in Zora en Esthaol, en hun broeders zeiden tegen hen, wat hebt u te zeggen? En ze zeiden, sta op en laten wij tegen hen optrekken. Wij hebben het land namelijk gezien en zie, het is zeer goed. Zou u dan niets doen? Aarzel niet om te gaan, het land binnen te trekken en het in bezit te nemen. Als u daar komt, treft u een onbezorgd volk aan, en het land is naar beide kanten ruim genoeg. Nood, letterlijk, wijd van beide handen. Einde nood. Ja, God heeft het in uw hand gegeven. Een plaats waar geen gebrek is aan iets wat er op de aarde is. Toen braken ze vandaar op, vanuit het geslacht van de Danieten, vanuit Sora en Esthaol, 600 man met hun wapenrusting aan. En ze trokken op en sloegen hun kamp op bij Kirjat Jearim in Juda. Daarom noemden zij deze plaats Maganee Dan tot op deze dag. Zie, het ligt achter Kirjat Jearim. Nood, Maganee Dan betekent legerkamp van Dan. Einde nood. Vervolgens trokken zij vandaar verder naar het bergland van Efraïm en kwamen ze bij het huis van Micha. Toen namen de 5 mannen die erop uitgegaan waren om het land van Laïs te verkennen het woord en zeiden tegen hun broeders, weet u ook dat er in die huizen een efod is en afgodsbeeldjes
en een gesneden en een gegoten beeld. Welnu, weet wat u te doen staat. Toen weken ze af van hun weg en kwamen bij het huis van de jonge man, de leviet, het huis van Micha, en ze vroegen hem naar zijn welstand. En de 600 mannen van de Danieten bleven, met hun wapenrusting aan, bij de ingang van de poort staan. De 5 mannen die op weg waren om het land te verkennen, liepen echter door. Ze gingen daarnaar binnen en namen het gesneden beeld, de efod, de afgodsbeeldjes en het gegoten beeld weg. Nu stond de priester bij de ingang van de poort bij de 600 mannen met hun wapenrusting aan. Toen zij, die het huis van Micha waren binnengegaan, het gesneden beeld, de efod en de afgodsbeeldjes en het gegoten beeld wegnamen, zei de priester tegen hen, "Wat doet u?" Daarop zeiden zij tegen hem, "Zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons mee. Wees voor ons tot een vader en een priester. Is het beter dat u een priester bent voor het huis van één man, of dat u een priester bent voor een stam en een geslacht in Israël?" Toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de efod, de afgodsbeeldjes en het gesneden beeld en voegde zich bij het volk. Noot, letterlijk, kwam te midden van het volk. Einde noot. Vervolgens keerden zij om en trokken ze verder. En ze lieten de kleine kinderen, het vee en de bagage voor zich uitgaan. Toen zij ver bij het huis van Micha vandaan waren, werden de mannen die in de huizen bij het huis van Micha woonden, bijeengeroepen. Zij haalden de Danieten in en riepen de Danieten toe, waarop die zich omkeren en tegen Micha zeiden, "Wat is er met u, dat u al die mensen bijeengeroepen hebt?" Daarop zei hij, "U hebt mijn goden, die ik gemaakt heb, meegenomen, evenals de priester en bent weggegaan. Wat heb ik nu nog? Waarom zegt u dan tegen mij, wat is er met u?" Maar de Danieten zeiden tegen hem, "Laat uw stem niet horen bij ons, want anders zullen mannen, verbitterd van gemoed, u aanvallen, en dan zult u uw leven verliezen en het leven van uw gezin." Daarop gingen de Danieten hun zweegs, en Micha, die zag dat ze sterker waren dan hij, keerde om en ging terug naar zijn huis. Ze hadden dus meegenomen wat Micha had gemaakt, als ook de priester die hij had gehad, en kwamen in Laïs, bij een rustig en onbezorgd volk, en ze sloegen hen met de scherpte van het zwaard. En de stad verbrandden zij met vuur. En er was niemand die hen redde, want het lag ver van Sidon vandaan en ze hadden niets met andere mensen van doen. Het lag in het dal dat bij Bet Regob ligt. Daarna herbouwden zij de stad en gingen er wonen. Zij gaven de stad de naam Dan, naar de naam van hun vader Dan, die een zoon van Israël was. Noot, letterlijk, die aan Israël geboren was. Einde noot. Vroeger was de naam van de stad echter Laïs. En de Danieten richtten het gesneden beeld voor zich op. En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen, waren priesters voor de stam van de Danieten, tot op de dag dat het land in ballingschap werd gevoerd. Zo richtten zij het gesneden beeld voor zich op dat Micha gemaakt had, al de dagen dat het huis van God in Silo was. Hoofdstuk 19. Gruweldaad in Gibea, vers 1 tot en met 30. En het gebeurde in die dagen, toen er in Israël geen koning was, dat er een Levitische man was, die als vreemdeling in een van de uithoeken van het bergland van Efraïm verbleef, die voor zich een vrouw uit Bethlehem in Juda als bijvrouw nam. Maar zijn bijvrouw bedreef hoererij tegen hem en ging bij hem weg, naar het huis van haar vader in Bethlehem in Juda. En ze bleef daar enige dagen, te weten 4 maanden. En haar man stond op en ging haar achterna om naar haar hart te spreken en haar weer terug te halen. En zijn knecht was bij hem en een span ezels. En ze liet hem binnen in het huis van haar vader. En toen de vader van de jonge vrouw hem zag, was hij blij hem te ontmoeten.
En zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, drong zo bij hem aan dat hij 3 dagen bij hem bleef. En zij aten en dronken en overnachten daar. Op de 4e dag nu gebeurde het dat ze 's morgens vroeg op waren en dat hij opstond om weg te gaan. Maar de vader van de jonge vrouw zei tegen zijn schoonzoon: "Kom eerst op krachten met een stuk brood en daarna kun je weggaan." Noot: kom op krachten, letterlijk versterk uw hart. Einde noot. Ze gingen dus zitten en zij beiden aten en dronken samen. Toen zei de vader van de jonge vrouw tegen de man: "Overnacht toch hier en laat je hart vrolijk zijn." De man stond echter op om weg te gaan. Daarop drong zijn schoonvader er bij hem op aan daar opnieuw te overnachten. Toen hij op de 5e dag 's morgens vroeg op was om weg te gaan, zei de vader van de jonge vrouw: "Kom toch eerst op krachten." En ze bleven wachten tot de dag ten einde was. Zo aten zij beiden. Toen stond de man op om weg te gaan, hij en zijn bijvrouw en zijn knecht. Zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, zei echter: "Zie toch, de dag is voorbij en het wordt avond. Blijf toch overnachten. Zie, de dag legt zich te rusten. Overnacht hier en laat uw hart vrolijk zijn. Dan kun je morgen vroeg opstaan om je weg te gaan naar je tent." De man wilde echter niet blijven overnachten, maar stond op en ging weg. En hij kwam tot bij Jebus, dat is Jeruzalem, met het span gezadelde ezels. Zijn bijvrouw was ook bij hem. Toen ze bij Jebus waren, was de dag al ver gevorderd. En de knecht zei tegen zijn heer: "Trek toch verder en laten we naar deze stad van de Jebusieten uitwijken en daar overnachten." Maar zijn heer zei tegen hem: "Wij zullen daarheen niet uitwijken, naar een vreemde stad die niet van de Israëlieten is, maar we zullen verder trekken tot aan Gibea." Verder zei hij tegen zijn knecht: "Kom, laten wij een van deze plaatsen proberen te bereiken en in Gibea of in Rama overnachten." Zo trokken ze verder en gingen hun weg. En de zon ging voor hun ogen onder bij Gibea, dat tot Benjamin behoort. Vervolgens weken zij daarheen van hun weg af en gingen zij Gibea binnen om daar te overnachten. Toen hij naar binnen gegaan was, ging hij op een plein in de stad zitten, want er was niemand die hen in huis nam om te overnachten. En zie, een oude man kwam 's avonds terug van zijn werk van het veld. Die man kwam ook uit het bergland van Efraïm, maar verbleef als vreemdeling in Gibea. De mannen van deze plaats waren echter Benjaminieten. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij de reiziger op het plein van de stad. En de oude man vroeg: "Waarheen bent u op weg en waar komt u vandaan?" Daarop zei hij tegen hem: "Wij zijn op doorreis van Bethlehem in Juda naar de uithoeken van het bergland van Efraïm, waar ik vandaan kom. Ik ben naar Bethlehem in Juda geweest, maar ik ben nu op weg naar het huis van de Heere. Er is echter niemand die mij in huis neemt, hoewel onze ezels zowel stro als voer hebben en er ook brood en wijn is voor mij en voor uw dienares, als ook voor de knecht die uw dienaren bij zich hebben. Er is aan geen ding gebrek." Toen zei de oude man: "Vrede zij u. Alles wat u ook maar ontbreekt is bij mij. Overnacht alleen niet op het plein." En hij bracht hem zijn huis binnen en gaf de ezels voer. En nadat ze hun voeten gewassen hadden, aten en dronken zij. Terwijl zij hun hart vrolijk maakten, zie, toen omsingelden de mannen van de stad, verdorven lieden, het huis en bonsden op de deur. En ze spraken de oude man, de heer des huizes, aan en zeiden: "Breng de man die in uw huis gekomen is naar buiten, zodat wij gemeenschap met hem kunnen hebben." Noot: gemeenschap met hem kunnen hebben, letterlijk hem kennen. Einde noot. Maar de man, de heer des huizes, ging naar buiten naar hen toe en zei tegen hen: "Nee, mijn broeders, doe toch geen kwaad nu deze man in mijn huis gekomen is. Bega zo'n dwaasheid niet."
Zie, mijn dochter, een maagd en zijn bijvrouw, die zal ik wel naar buiten brengen. Verkracht die dan maar en doe met hen wat goed is in uw ogen. Maar doe deze man die dwaasheid niet aan. De mannen wilden echter niet naar hem luisteren. Toen greep de man zijn bijvrouw en bracht haar naar buiten naar hen toe. Vervolgens hadden zij gemeenschap met haar en deden zij de hele nacht met haar wat ze wilden, tot 's morgens toe. En bij het aanbreken van de dageraad lieten ze haar gaan. Toen het ochtend werd, kwam de vrouw terug en viel neer voor de ingang van het huis van de man waar haar heer verbleef en lag daar totdat het licht werd. Toen haar heer 's morgens opstond en de deuren van het huis opendeed en naar buiten ging om zijns weegs te gaan, zie, daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis met haar handen op de drempel. En hij zei tegen haar, sta op en laten wij gaan. Maar er kwam geen antwoord. Toen legde hij haar op de ezel. En de man stond op en ging naar zijn woonplaats. Zodra hij in zijn huis kwam, nam hij een mes, greep zijn bijvrouw en deelde haar met haar beenderen en al in 12 stukken. Vervolgens stuurde hij die naar elk gebied van Israël. En het gebeurde dat iedereen die het zag, zei, zoiets is niet gebeurd of gezien vanaf de dag dat de Israëlieten uit het land Egypte zijn weggetrokken tot op deze dag. Neem het ter harte, beraadslaag en spreek. Hoofdstuk 20. De strijd van de stammen tegen Benjamin. Vers 1 tot en met 48. Toen trokken alle Israëlieten uit en de gemeenschap verzamelde zich als één man, vanaf Dan tot Beersheba, ook het land van Gilead bij de Heere in Mispa. En de leiders van heel het volk, noot, leiders, letterlijk de hoeken, einde noot, van al de stammen van Israël, stelden zich op aan het hoofd van het verzamelde volk van God, 400.000 man voetvolk dat het zwaard kon hanteren. Noot, dat het zwaard kon hanteren, letterlijk die het zwaard uittrokken. Einde noot. De Benjaminieten hoorden dat de Israëlieten opgetrokken waren naar Mispa. En de Israëlieten zeiden, spreek, hoe is dit kwaad gebeurd? Daarop antwoordde de Levitische man, de man van de vrouw die gedood was, en zei, ik kwam met mijn bijvrouw in Gibea, dat tot Benjamin behoort, om er te overnachten. Maar de burgers van Gibea stonden tegen mij op. Zij omzingelden 's nachts het huis omwille van mij. Ze dachten mij te doden en hebben mijn bijvrouw zo verkracht dat zij gestorven is. Toen greep ik mijn bijvrouw en deelde haar in stukken en stuurde haar heel het land door dat erfelijk bezit is van Israël, omdat zij een schandelijke daad en een dwaasheid in Israël hadden verricht. Zie, u bent allen Israëlieten. Geef hier uw mening en raad. Noot. Letterlijk, geef voor uzelf hier woord en raad. Einde noot. Toen stond heel het volk als één man op en zei, niemand van ons zal naar zijn tent gaan en niemand van ons zal van hier weggaan naar zijn huis. Wel nu dan, dit is wat wij met Gibea zullen doen. Er tegen optrekken volgens het lot. Wij zullen uit alle stammen van Israël 10 man op de 100 nemen. 100 op de 1000 en 1000 op de 10.000 om proviant mee te nemen voor het volk, zodat het, wanneer het in Geba in Benjamin komt, met hen kan doen overeenkomstig al de dwaasheid die zij in Israël gedaan hebben. Zo verzamelden alle mannen van Israël zich tegen deze stad, verbonden als één man. De stammen van Israël stuurden mannen door heel de stam van Benjamin om te zeggen, wat is dit voor een kwaad dat onder u gebeurd is? Lever ons nu die mannen uit, die verderfelijke lieden die in Gibea zijn, zodat wij hen doden en het kwaad uit Israël weg kunnen doen.
De Benjaminieten wilden echter niet naar de stem van hun broeders, de Israëlieten, luisteren. De Benjaminieten verzamelden zich daarentegen vanuit hun steden in Gibea om tegen de Israëlieten ten strijde te trekken. En de Benjaminieten uit de steden werden op die dag geteld. 26.000 man die het zwaard konden hanteren. Daarnaast werden de inwoners van Gibea geteld. 700 van de beste mannen. Onder al dit volk waren 700 van de beste mannen linkshandig. Ieder van hen kon haarfijn met een steen slingeren zonder te missen. Ook de mannen van Israël werden geteld, Benjamin niet meegerekend. 400.000 man die het zwaard konden hanteren. Dit waren allemaal strijdbare mannen. Zo stonden de Israëlieten op en trokken naar het huis van God, raadpleegden God en zeiden: wie van ons moet als eerste ten strijde trekken tegen de Benjaminieten? En de Heere zei: Juda als eerste. Vervolgens stonden de Israëlieten in de morgen op en sloegen hun kamp op om te strijden tegen Gibea. En de mannen van Israël trokken ten strijde tegen Benjamin. Vervolgens stelden de mannen van Israël zich tegen hen op voor de strijd tegen Gibea. Toen trokken de Benjaminieten Gibea uit en richtten die dag verderf aan in Israël. 22.000 man viel ter aarde. Maar het volk, de mannen van Israël, vatte moed en zij stelden zich opnieuw op voor de strijd, op de plaats waar zij zich de vorige dag voor de strijd hadden opgesteld. En de Israëlieten trokken op en huilden voor het aangezicht van de Heere tot 's avonds toe. Zij raadpleegden de Heere en zeiden: zal ik opnieuw de strijd aanbinden met mijn broeder de Benjaminieten? En de Heere zei: trek tegen hem op. Maar toen de Israëlieten de volgende dag de Benjaminieten naderden, trok Benjamin hun op de tweede dag vanuit Gibea tegemoet en zij richtten verderf aan onder de Israëlieten. Nog 18.000 man viel ter aarde. Al deze konden het zwaard hanteren. Toen trokken alle Israëlieten, ja heel het volk, op en kwamen bij het huis van God en huilden. En ze bleven daar voor het aangezicht van de Heere en vasten die dag tot 's avonds toe. Ook brachten ze brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van de Heere. En de Israëlieten raadpleegden de Heere, want in die dagen bevond zich daar de ark van het verbond van God. En Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, stond in die dagen voor zijn aangezicht en zei: zal ik nog eens ten strijde trekken tegen mijn broeder, de Benjaminieten, of zal ik ervan afzien? En de Heere zei: trek op, want morgen zal ik hem in uw hand geven. Toen legde Israël hinderlagen rondom tegen Gibea. En op de derde dag trokken de Israëlieten op tegen de Benjaminieten en zij stelden zich op tegen Gibea, zoals de andere keren. Noot, letterlijk, zoals keer op keer. Einde noot. Vervolgens trokken de Benjaminieten de stad uit, het volk tegemoet. Ze werden van de stad weggelokt en begonnen zoals de andere keren slachtoffers te maken onder het volk, op de hoofdwegen door het open veld, waarvan de ene omhoog voert naar het huis van God en de andere naar Gibea, ongeveer 30 man van Israël. Toen zeiden de Benjaminieten: zij zijn voor onze ogen verslagen zoals eerst. Maar de Israëlieten zeiden: laten wij vluchten en hen van de stad weglokken naar de hoofdwegen. Daarop stonden alle mannen van Israël op van hun plaats en stelden zich op bij Baal Tamar. Ook kwam het deel van Israël dat in hinderlaag lag uit zijn plaats tevoorschijn, uit de open plek bij Geba. En 10.000 van de beste mannen van heel Israël kwamen van tegenover Gibea. De strijd werd zwaar. Ze wisten echter niet dat het onheil hen treffen zou. Toen versloeg de Heere Benjamin voor de ogen van Israël, zodat de Israëlieten op die dag van Benjamin 25.100 man neersloegen. Al deze konden het zwaard hanteren.
en de Benjaminieten zagen dat ze verslagen waren. Want de mannen van Israël gaven de Benjaminieten ruimte, omdat ze vertrouwden op de hinderlaag die ze tegen Gibea gelegd hadden. Zij die in hinderlaag lagen, haasten zich en overvielen Gibea. Ja, zij die in hinderlaag hadden gelegen, trokken op en sloegen heel de stad met de scherpte van het zwaard. De mannen van Israël hadden met de mannen die in hinderlaag hadden gelegen de afspraak gemaakt dat deze een grote rookwolk uit de stad zouden laten opstijgen en dat de mannen van Israël zich vervolgens om zouden keren in de strijd. Nu was Benjamin begonnen met slachtoffers te maken onder de mannen van Israël, ongeveer 30 man. Ze zeiden namelijk: "Ze zijn ongetwijfeld geheel en al voor onze ogen verslagen, net als in de eerdere strijd." Toen begon de rookwolk op te stijgen uit de stad, een pilaar van rook. Toen Benjamin vervolgens achterom keek, zie, de hele stad was opgegaan in vlammen die naar de hemel stegen. Toen keerden de mannen van Israël zich om, en de mannen van Benjamin werden door schrik overmand, want ze zagen dat het onheil hen getroffen had. Daarom keren zij voor de ogen van de mannen van Israël in de richting van de woestijn. De strijd achtervolgde hen echter, en de mannen uit de steden sloegen hen in hun midden neer. Ze omsingelden Benjamin, ze achtervolgden hem, ze liepen hem met gemak onder de voet tot tegenover Gibea, aan de kant waar de zon opgaat. Er vielen van Benjamin 18.000 man. Dit waren allemaal strijdbare mannen. Daarop keerden zij zich om en vluchtten naar de woestijn, naar de rots van Rimmon. Ze hielden echter nog een nalezing onder hen op de hoofdwegen, 5.000 man. Verder achtervolgden zij hen tot aan Gideon toe en doden nog eens 2.000 man van hen. Zo was het aantal van allen die op die dag van Benjamin vielen 25.000 man die het zwaard konden hanteren. Dit waren allemaal strijdbare mannen. 600 man echter keerden zich om en vluchtten naar de woestijn, naar de rots van Rimmon. En ze bleven 4 maanden bij de rots van Rimmon. En de mannen van Israël keerden naar de Benjaminieten terug en sloegen hen met de scherpte van het zwaard, van de hele stad tot de dieren, ja, tot alles toe wat aangetroffen werd. Ook staken zij alle steden die aangetroffen werden in brand. Hoofdstuk 21. Herstel van de stam van Benjamin. Vers 1 tot en met 25. Nu hadden de mannen van Israël in Mispa gezworen en gezegd: "Niemand van ons zal zijn dochter aan de Benjaminieten tot vrouw geven." Toen kwam het volk naar het huis van God en het bleef daar tot de avond, voor het aangezicht van God. En ze begonnen heel hard te huilen. Noot, letterlijk, zij verhieven hun stem en huilden met groot gehuil. Einde noot. En ze zeiden: "O Heere, God van Israël, waarom is dit in Israël gebeurd, dat er heden een stam van Israël gemist wordt?" En het gebeurde de volgende dag dat het volk vroeg opstond en daar een altaar bouwde. En zij brachten brandoffers en dankoffers. Daarna zeiden de Israëlieten: "Wie van al de stammen van Israël is er die niet in de gemeente is opgekomen naar de Heere?" Er was namelijk een belangrijke eed afgelegd met het oog op hem die niet in Mispa op zou komen naar de Heere, met de woorden: "Hij zal zeker gedood worden." En de Israëlieten hadden berouw over Benjamin hun broeder en zeiden: "Vandaag is er een stam van Israël afgesneden. Wat zullen wij, als het om vrouwen gaat, doen voor hen die overgebleven zijn? Wij hebben immers bij de Heere gezworen dat wij hun geen van onze dochters tot vrouw zullen geven." Toen zeiden zij: "Is er iemand van de stammen van Israël die niet in Mispa naar de Heere is opgekomen?" En zie, uit Jabes in Gilead was er niemand naar het kamp, naar de gemeente gekomen. Daarop werd het volk geteld en zie,
Er was niemand van de inwoners van Jabes in Gilead. Toen stuurde de gemeenschap daar 12.000 van de strijdbaarste mannen heen. En men gebood hun: trek op en sla de inwoners van Jabes in Gilead met de scherpte van het zwaard, met de vrouwen en de kleine kinderen. Dit is het echter wat u moet doen. Al wie mannelijk is en alle vrouwen die gemeenschap hebben gehad met een man, moet u met de band slaan. Noot. Die gemeenschap hebben gehad met een man, letterlijk, die het bed van een man gekend hebben. Einde noot. En onder de inwoners van Jabes in Gilead troffen zij 400 meisjes aan die maagd waren, die geen gemeenschap met een man hadden gehad. Ze brachten hen naar het kamp in Silo dat in het land Kanaan ligt. Toen stuurde heel de gemeenschap boden. Deze spraken met de Benjaminieten die bij de rots van Rimmon verbleven en riepen hun vrede toe. Zo kwamen de Benjaminieten in die tijd terug. En zij gaven hun de vrouwen die zij van de vrouwen uit Jabes in Gilead in leven hadden gelaten. Er waren er zo echter nog niet genoeg voor hen. Toen had het volk berouw over Benjamin, omdat de Heere een bres geslagen had in de stammen van Israël. En de oudsten van de gemeenschap zeiden: wat zullen wij, als het om vrouwen gaat, doen voor hen die overgebleven zijn? Want de vrouwen zijn uit Benjamin weggevaagd. Verder zeiden zij: het bezit van hen die ontkomen zijn, is van Benjamin. En er mag geen stam uit Israël verdelgd worden. Wij kunnen hun echter geen vrouwen uit onze dochters geven, want de Israëlieten hebben gezworen en gezegd: vervloekt zij hij die aan de Benjaminieten een vrouw geeft. Toen zeiden zij: zie, er is in Silo een feest voor de Heere, dat van jaar tot jaar gehouden wordt, ten noorden van het huis van God, aan de zijde waar de zon opgaat van de hoofdweg, die omhoog voert van het huis van God naar Sichem, en ten zuiden van Lebona. Noot. Van jaar tot jaar, letterlijk van dagen naar dagen. Einde noot. En zij geboden de Benjaminieten: ga in de wijngaarden op de loer liggen. Let dan op, en zie, als de dochters van Silo de stad uitgaan om in rijen te dansen, kom dan uit de wijngaarden tevoorschijn en laat een ieder van u een vrouw voor zich schaken uit de dochters van Silo en teruggaan naar het land van Benjamin. En wanneer het zal gebeuren dat hun vaders of hun broers naar ons toe zullen komen om u aan te klagen, dan zullen wij tegen hen zeggen: wees hen omwille van ons genadig, want wij hebben in de strijd niet voor iedere man een vrouw kunnen nemen. Voorzeker, u hebt ze hun niet gegeven, zodat u nu schuldig zou zijn. En de Benjaminieten deden zo en voerden overeenkomstig hun aantal vrouwen weg van de dansende meisjes die ze roofden. Daarna trokken ze weg en keerden terug naar hun erfelijk bezit. Zij herbouwden de steden en gingen er wonen. Ook de Israëlieten trokken in die tijd daar vandaan, ieder naar zijn stam en naar zijn geslacht. Zo trokken ze vandaar weg, ieder naar zijn erfelijk bezit. In die dagen was er geen koning in Israël. Een ieder deed wat juist was in zijn ogen.